DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. En de scheidsrechter, de heer Vrijhof, Jaap Vrijhof om precies te zijn, die heeft het fluitsignaal laten klinken. Is net niet zuiver genoeg. Wederom Katrien, centrale verdedigster van DVS. Goed overgenomen Marloes. En die zet daar Joy aan het werk. En die is snel. Maar de keeper is ook op tijd eruit. Prima. Goede actie. Marloes. En een prachtige paas. Sabrina. Nu voorzetten. De innerlijk. Oh, jammer. Echt een kans. Maar ook heel goed mee terugverdedigd. Lisa met haar ingooi. Joy die het haar moeilijk maakt. Levert uiteindelijk weer een ingooi op voor diezelfde Lisa van OZC. Is toch een handige speelster. Ines Pat, de nummer 10. Levert toch nog een gevaarlijke situatie op daar voor het doel van Robin Huisman. Marloes Koning. Tegenstander voorbij. Zet de bal voor. Komt hij bij Belinda. Oh, maar daar staat natuurlijk ook prima Dionne Schoenmaker van OZC. Daar toch OZC met een prima poging. Bal gaat naast. Mooi schot van Leonie Spijkers. Wederom Ines. Maar daar goed ingegrepen. Deborah Nachtegaal. Maar hier verslikt ze zich. En dankzij het accuraat uitkomen van Robin Huisman wordt hier een doelpoging, een geslaagde doelpoging, voorkomen. Marloes geeft natuurlijk het grote voorbeeld daar. Passeert de tegenstander daar waar kan. Prachtige paas. Oh, daar kan Sabrine Haritos net niet bij. Jammer, mooie poging. Marloes, prima beweging. Hele mooie beweging. Joy. Oh, speelt de bal net iets te veel voor zich uit. De beweging op zich was fantastisch. Marloes Koning, levert DVS wie weet een grote kans op. Maar deze paas komt niet aan van Marloes. En wederom kopt ze die bal daardoor. Krijgt daar een beetje last van. Belinda. Is die niet buitenspel? Die is niet buitenspel. Joy. Oh, Joy. Dit was echt een kans. Maar ze is links, denk ik. En raakt die bal daar. Ja, krijgt die bal daar voor de rechtervoet en raakt hem eigenlijk niet. Mooie beweging, Marloes. En een prachtige paas. Nu, Belinda. Oh, ze raakt de bal niet goed. Prachtig uitgespeelde aanval. Schitterende paas van Marloes Koning. Goed doorgekopt, Sabrine. Nu, Marloes Koning. Ja, nu. Dit is de kans. De kans op 1-0. Belinda, wat doe je? Dan mag Robin weer aan de bak. Hoge bal in de richting van Belinda. Wat een prachtige aanname. Schitterend. Maar toch kan OZC weer voor opruiming zorgen. Maar Marloes Koning zet daar Belinda de Vries aan het werk. Nu een kans. Nee, weer niet. Gewoon op het doel. Ze probeerde toch Joy te bereiken. En kan worden overgenomen door Tanja Hamhuis. En zo gaat OZC er vandoor. Prima paas. Ziet er gevaarlijk uit. Bijna daar Martine Sweers, de invalster. Die voor gevaar zou hebben kunnen zorgen. Nu. Joy. Misschien had Sabrine zelf door kunnen gaan. Oh, Joy die daar de bal prachtig afpakt. En probeert te lobben over de keeper. Prachtige poging. Corner, wederom. Sabrina. Weer een kopbal en hij zit erin. Ja, schitterend. Marloes Koning die de bal daarin knikt op een werkelijk schitterende corner
van Sabrina Haritos. Ze had het al een paar keer achter elkaar dat die corners, die zijn gewoon levensgevaarlijk. Heel goed. En bij de tweede paal, ja natuurlijk, daar staat ze. De topscorer van DVS. Vrouwen 1. Marloes Koning. Die hem ook werkelijk als een koningin erin kopt. Schitterende bal. Marielle van der Bos. Ze krijgen er steeds meer zin in, de meiden. Prima gespeeld. Goede beweging. Sabrina weer. Marloes. Henrique. Oeh, nee. Katrien, wat een beweging. Carter, Carter. Terugspeelbal. Oeh, keepertje, keepertje. Ze herstelt zich goed. Marloes Koning. Wederom in balbezit. Prachtige beweging. En een goede paas. Wat een paas. Schitterend. Jammer, jammer, jammer. Buitenspel. In één keer die bal uit de lucht. Onder controle. En gelijk ook goed pasen. Fantastisch gevoetbald, Katrien Carter. Prachtige voorzet wederom van Sabrina. Wat een schitterende voorzet. Levert die af vanmiddag. Wat een prachtige poging. Oh, schitterende bal daar van Roos. Ik wist dat ze het kon. Is de hele wedstrijd toch redelijk gevaarlijk aanwezig. De spanning is te snijden op de tribunes. En bij de cameramannen. En uw verslaggever. En natuurlijk ook de voorzitter van DVS. Daar gaat hij weer. Achter de bal aan. Brengt de bal weer bij de tegenstander. Aad Goossense, waar maak je dat mee? Welke voorzitter gaat gewoon kijken ook naar dames heen en haalt de ballen op? En wederom een prachtige actie van voorzitter Aad Goossense. Komt Marloes. Marloes Koning. Schiet van die afstand. Kijk, en dat bedoel ik. Oh, jammer, jammer, jammer. Ik zei het in de rust tegen haar. Vanaf 25 meter. Maar helaas voor DVS nu ook. Op de lat. Marloes. Prima paasje op Henrique. En wat is dit een mooie paas. Maar ook weer prima uit het doel gekomen. Maar nu is het wel raak. Ja, ja. Joy geeft ons bijzonder veel vreugde. Want Joy die maakt er gewoon 2-0 van. Zag heel goed. Keeper is weg. En ze weet die bal daar perfect in het lege doel te plaatsen. Prachtig doelpunt. Joy van Genderen. Wat een vreugde, wat een vreugde. En in de 29e minuut komt DVS op 2-0 door nummer 14. Joy van Genderen. Henrique van Panhuis. Die daar prima acteert op het middenveld. Prachtig gespeeld, Joy. Marloes naar Marielle van der Bos. Dit is een kans. En dat is de 3-0. Wat een schitterend uitgespeelde aanval. Via Joy van Genderen, Marloes, Marielle van der Bos. Wat is dit mooi uitgespeeld. Schitterend, schitterend. Wat zal Jan van den Berg in Miami hiervan genieten. Marielle van der Bos speelt ook een prima pot. Bekroont dat met een mooi doelpunt. Wederom een prachtige paas daar. Joy. En die ziet daar ook gewoon Marielle van der Bos staan. En wat doet ze? Oh, schiet de bal net naast. Weer een heel leuke lopende aanval van de DVS-dames. Ja, alsnog een doelpunt. Oh, 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 oh. Ja, bij OZC is de organisatie nu definitief verdwenen. Ze geven zich over. Dit soort foutjes levert natuurlijk een doelpunt op voor DVS 33. 4-0. Jammer, jammer, jammer voor die meiden uit Ommen. Want
Zeker tot de pakweg 60ste minuut hielden ze het heel aardig vol. Maar het is nu even wat minder. Wederom Naomi de Groot. Goed, goede paas, goed gezien. Marloes Koning paast hem gelijk door. Joy, ben je sneller? Nee, ze vergeet even die bal te raken, maar gaat wel door. Hij heeft gewoon die tegenwoordigheid van geest. Wat alert, wat goed bekeken. En bijna, daar, nou wat gaat er gebeuren? Nee, die bal die gaat er niet in. Dit is wel een beetje lachwekkend. Overname. Er komt Martin weer. Maar daar goed verdedigd. Ja, toch weer een aardige poging hoor. Absoluut. Van Roos Bakker. En de scheidsrechter Jaap Vrijhof, die een vlekkeloze wedstrijd heeft gefloten, maakt hier een eind aan deze wedstrijd. We hebben genoten. DVS 33 volkomen verdiend. Met 4-0 gewonnen. Na een fabelachtig goede tweede helft. Waarin ze de tegenstander echt door middel van combinatievoetbal op de knieën hebben gekregen. Mooie doelpunten, goed uitgespeeld. Kortom, genieten van het damesvoetbal bij DVS 33. Na deze toch heerlijke wedstrijd en vooral heerlijke tweede helft. Even de commentaar van de spelers Katrien Carter. Ja, dat mag ik zo zeggen. Hè? En Sabrina Haritos. Allereerst, gefeliciteerd met de overwinning. Katrien, wat vond je van de eerste helft? Moeizaam. Ja, het was gewoon. We hadden onszelf niet beloond. We hadden wel een paar mooie kansen gemaakt. Maar het is net even niet. En dan moet je heel strak achterin staan. En geen kans geven. Want de nul moet gehouden worden. En ik moet zeggen, dat stond je. Wat een centraal duo samen met Deborah. Maar wat lever jij een prestatie af, zeg? Ben je de dochter van Jimmy Carter soms ook? Nee, ik ben niet familie van. Nee. Ik dacht het even. Mijn complimenten voor het fantastische spel. Eigenlijk deze hele wedstrijd, mag ik wel zeggen. Sabrina, wat heb ik genoten van die corners van jou? Train je daar speciaal op? Nee, totaal niet. Ik zoek eigenlijk normaal gesproken zocht ik Robin toen ze nog niet op de goal stond. En met Miranda Dill af en toe op de goal hadden staan. Nou, Robin is natuurlijk een stukje groter dan een gemiddelde meisje waar we tegen spelen. Dus die kan er mooi erin koppen. En nu zoek ik heel vaak Marloes. Die weet ongeveer waar ik ze geef. Dus dat is rond de tweede paal. Bij de tweede paal en werkelijk op de stropdas. Maar in dit geval kwam het net iets hoger, hè, op het hoofd. Had je gemikt, hè? Ja, maar ik mik meestal wel op het hoofd. Alleen het ligt eraan hoe zij inloopt. Te vroeg of op tijd. Heerlijk. Mooi commentaar, Sabrina. Ik heb echt van je genoten daar aan de rechterkant. En trouwens genoten ook van de organisatie van jullie spel. En dat is van achteruit, hè, steeds. Ja, ik kan mijn mond niet dichthouden. Dus ik ga gewoon schreeuwen van aansluiten en zowel aan directie geven. Maar soms komt het in de Engels uit. Het is een beetje, de tegenstander kijkt een beetje vreemd af en toe. Maar een keer zei ik, get out! En gewoon op mijn Engels emotie. Maar ja, ik kan mijn mond gewoon niet dicht houden. Ja. Katrien, ben je geboren in Engeland of United Kingdom of in Amerika? In Amerika, ja. Ja. Amerika? Ja, North Carolina. Daar is het damesvoetbal op een hoog niveau. Hè? Klopt, ja. Ik heb gewoon vanaf mijn 60 gewoon voetbal gespeeld en gereisd door de stad. Gewoon, damesvoetbal was gewoon 10 jaar eerder populair. En voetbal is eigenlijk meer populair voor de meiden dan de mannen in Amerika. Dus dat is wel een voordeel. Ik moet zeggen, ik heb van jullie genoten. En hebben jullie ook een beetje genoten van deze wedstrijd, Sabrina? Ja, nou, ik heb zeker genoten. Ik heb ook wel heel veel moeten lachen, hoor. Ja? Ook om die koddige situaties op een gegeven moment daar voor het doel, die bal die er niet in ging. Ja, nou, die bijvoorbeeld, maar inclusief de scheidsrechter die gestrekt gaat. Ja, die was aan het breakdansen op een gegeven moment, hè? Ja, dat is ook leuk. Ik hou van dansen. Maar hier was het wel komisch op het veld. Geweldig. Bedankt voor jullie commentaar. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ja, top. Humor en plezier in het spelletje, dat is denk ik het geheim van DVS Dames 1. Mirjam. Nou, ik denk het wel. We hebben, ik ben natuurlijk nu voor het vierde seizoen hier. We hebben een beetje gebouwd aan een heel mooi team. En het is echt een heel mooi team. Het is een team wat voor elkaar er staat. Als ik dan kijk dat ik de laatste 10 minuten Samira er nog in kan zetten. Dat is een compliment voor het team.
Want we doen het met z'n allen. En ze, ja, vandaag bewijzen we dat weer. Ja, ik kon ook geen zwakke plek ontdekken. Nee, ik heb ze ook niet gezien. We hebben gewoon een heel hecht team. Wat echt voor elkaar wil werken. En nou ja, dat zie je. En in de eerste helft lukt het dan niet. Wat ongelukkig. We belonen onszelf eigenlijk niet. Want ik denk dat we gewoon 4 opgelegde kansen hebben. In de rust even gezegd. Nog wat kleine dingetjes. Nou, en als je dan ziet hoe je de tweede helft gewoon het met goed voetbal uitspeelt. Ja, dat is fantastisch. Het is echt fantastisch. Jullie hebben ook een bepaald aantal wapens. Onder andere die corner van Sabrina. Natuurlijk Marloes Koning die het spel fantastisch verdeelt. Maar er zaten ook combinaties bij. Echt genieten, Mirjam. Nou, je ziet het op de training. Op de training komt het er echt... elke training zijn we gewoon zo goed aan het voetballen. En dat komt er inderdaad in de wedstrijd niet altijd uit. Maar ze kunnen het wel echt heel goed. Ja. Ik mag je daarmee feliciteren met dit team en met deze 4-0 overwinning. Fantastisch, Mirjam. Dankjewel. Dankjewel. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.